Zo, daar zijn we weer. Sportvasten dag 7. Oftewel de eerste opbouwdag. Ik heb vandaag eindelijk weer mogen eten. En dat voelde raar. Dat voelde echt raar. Ik werd vanochtend wakker en ik zag er echt mega strak uit. Ik had zoiets van, nou, ziet er best wel tof uit zo. Maar ik had wel een ongelofelijke vieze smaak in mijn mond. En die heb ik al een paar dagen. Ik moet ook wel even zeggen dat van dat vaste en met al die supplementen en van dat goedje wat je in dat water moet oplossen. Je krijgt er een adem van, dat wil je niet weten. Ook doordat je natuurlijk die vetverbranding gaat initiëren. Die ketonen in je urine en zo. Het heeft ook zijn neerslag op je adem. Dus dat merk je wel. Dus als je een representatieve functie hebt of met mensen werkt, is het misschien wel slim om een kauwgompje bij de hand te hebben als je tegen die mensen praat. Hoe dan ook, het eten, het ging best goed. Alleen ik had wel zoiets van toen ik wakker was en ik zag er zo strak uit. Ik had echt zoiets van, ja, ik zag dat ik toch alweer een halve kilo kwijt was. En ik had toch zoiets van, je krijgt een soort prestatiedrang krijg je. Dus opeens komt in je hoofd op van, god, dat je het bijna jammer vindt dat je alweer moet gaan eten. Want ja, je gaat zo lekker. Weet je, je krijgt een soort score motivatie opeens. En opeens begon ik een beetje, ja, tenminste naar mijn idee, een beetje een beeld te krijgen van wat iemand zou voelen die, hoe een eetstoornis zou kunnen beginnen. En natuurlijk, ik bedoel, ik ben geen psycholoog, dus ik heb daar niet heel veel verstand van. Maar ik kan me wel voorstellen dat je daarin door kan gaan slaan. Want zelfs ik had even zoiets van, het gaat nu zo lekker, bijna zonder dat ik weer moet gaan eten. Terwijl ik bij mijn gezonde verstand weet dat eten nu echt wel heel erg noodzakelijk is. En dat heb ik ook gewoon gedaan hoor, begrijp me niet verkeerd. Ik heb ontbeten met een appeltje en een klein bescheiden schaaltje bramen. Helaas waren de bramen wat aan de zure kant, dat was een beetje jammer. Maar de appel, nou goed, het smaakte goed. En je mag gunnis weten, ik had een beetje bramen van die appel en ik voelde me echt stampvol zitten. Echt heel erg vol. En ik merkte ook dat mijn darmen eigenlijk helemaal leeg waren en mijn maag leeg was. Want hij moest er echt aan wennen om weer eten te gaan verwerken. Je mag dus weten, ik werd gewoon een uur later werd ik ook gewoon misselijk en draaierig en moe. Gewoon puur omdat ik voelde me vol en opgeblazen. Het was echt een heel, dat alleen maar van wat braampjes en een appel. Dus dat was wel een bijzondere gewaarwording. Gelukkig had ik 2 uur later alweer honger. En ik heb net met smaak mijn salade weg zitten eten. Het grappige is dat dezelfde salade is als toen ik in de afbouwdagen zat. En toen noemde ik het nog konijnenvoer en dat ik het echt zwaar vond en verschrikkelijk. Nou, hij ging er nu echt met smaak in gewoon. Echt, ik heb elke hap heb ik genoten van elk knapperig blaadje, sla, tomaatje, olijfje, de azijndressing. Waarbij ik normaal gesproken iets had van, gadverdamme, hoe krijg je het weg? Had ik nu echt zoiets van, dit is geen normale salade, dit is iets heel bijzonders. Nou goed, heeft natuurlijk alles te maken met het uithongeren en zo, dat het opeens heel erg lekker is. Maar het is ook wel heel bijzonder en ook wel een beetje apart dat je iets wat je vorige week nog zoiets had van, dat je nu zoiets had van, nou, doe me nog maar een schaaltje. Goed, ik kreeg de feedback op mijn video's dat ze, dat ik niet mijn startgewicht en mijn startbuikomtrek heb genoemd. Ik dacht dat ik dat wel genoemd had, maar voor de goede orde doe ik hem gewoon nog een keer. Toen ik hiermee begon, woog ik 102 kilo en had ik een buikomtrek van 93 centimeter. Vanochtend heb ik gewogen en ik woog 95,7 kilo en ik had een buikomtrek van 86 centimeter. Dus dat is bij elkaar gewoon 7 centimeter buikomtrek die weg is. Ik heb ook wat foto's gemaakt, een beetje before en nu. En die ga ik ook op Facebook zetten. Ik weet niet wanneer, maar ik ga ze misschien vandaag op Facebook zetten. En dan kan je er ook naar kijken. Dus bij deze heb ik dat nu echt gemeld. Voor de rest, ik had gezegd dat ik misschien vandaag nog wat zou vertellen over het afvakkelen van koolhydraten. Die huilen nog even van mij te goed, want volgens mij is het filmpje alweer lang genoeg geworden. Daarnaast, ik moet er zo vandoor, want ik moet zo meteen gaan werken. Dus ik rond hem nu even af. Vanavond mag ik 200 gram gekookte groenten eten met 150 gram kipfilet. Daar heb ik echt zo ongelooflijk veel zin in. Ik kijk daar nu al naar uit. Maar ik heb eerst nog een kleine verrassing, want ik mag dadelijk nog wat pistasnoten eten. En daar ben ik ook echt heel erg blij mee. Ik ben benieuwd hoe lang ik erop ga draaien. Ik moet vandaag wat mensen gaan trainen en ik moet op zaal staan bij Jeroema Sports Company. Dus we gaan het zien. Dus ik ga nu koken en ik ga deze blog afronden. En wellicht tot morgen. Ciao.